Ben je echt serieus? Oh, dit is zo erg. Dit is zo erg. Oh, deze Roblox game moet geband worden. Jongens, speel dit nooit. Dit is echt vreselijk. Yo guys, Job hier, aka de YouTuber. Like deze video. Iedere like is 1 Robux. Dus als wij 1000 likes op deze video's halen, staat dat gelijk aan 1000 Robux. Ik ben benieuwd hoeveel Robux wij met z'n allen kunnen gaan verdienen met alleen en enkel deze video. Er zijn heel erg veel mensen die beweren op YouTube en andere sociale media dat het mogelijk is om gratis Robux te krijgen. Kijk, Robux, dat is een soort van de valuta in Roblox. Je kunt er vele dingen mee kopen en de enige manier waarop je het legaal zou kunnen moeten krijgen is via de Roblox shop. Ik wil eerst even aankondigen dat het niet nodig is om Robux te kopen voordat je het leuk kunt hebben in Roblox. Ik heb een hele lange tijd voordat ik begon met het opnemen van Roblox gespeeld zonder dat ik er echt geld aan uitgaf. En ik begon er eigenlijk pas echt geld aan uit te geven toen ik het begon op te nemen, omdat ik de video's leuker wil maken voor jullie. Nevertheless, wij gaan vandaag kijken of de duizenden free Robux games die er zijn je ook daadwerkelijk free Robux geven. Want als ik namelijk hier kijk, zie ik hier bijvoorbeeld Robux Factory. Ik zie hier dat je alles gratis krijgt als je dit joint. Ik zie hier ook dat je gratis Robux kunt krijgen. Ik zie letterlijk honderden games waar staat dat je aan gratis Robux kunt komen. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Like, gaat dit werken? Is er daadwerkelijk een manier, een game waarmee je gratis Robux kunt krijgen? Laten we anders beginnen met deze. Er zijn momenteel 288 mensen die het spelen. Hij heeft heel veel likes, maar ook heel wat dislikes. Dus ik ben benieuwd. Wat de heck is dit? Ik ben gewoon literally in een wereld geworpen waar... Ah, het is een soort van tycoon. Het is een soort van Robux Tycoon. Dat is tenminste wat het denk ik moet voorstellen. Ik zie hier iemand allemaal Robux verdienen. Ik zie hier... kom hier! Ik val je aan! Ja! Ja, kom hier! Kom hier! Ja, ik heb een kill gemaakt. Dit is zo super raar. Oké, maar dit is dus schijnbaar ook geen manier om aan gratis Robux te komen. Al kan ik dit nu claimen, I guess. En kan ik mijn eigen Robux fabriek maken? Ja, I guess. Dit is echt super raar. Ik heb dit nu geclaimd. En schijnbaar kan ik hiermee dus nu allemaal droppers kopen. Alleen heb ik heel erg weinig geld. Is er een manier om extra geld te kopen? Je kunt mega VIP kopen voor 750 Robux. Kun je ook extra geld erbij kopen? Ik heb geen idee. Dit is echt super weird, jongens. Dit is echt super freaking weird. Je kunt een zwart hart kopen. Wat kun je met een zwart hart? Oh, dat is een zwaard. Oké, ik ga hem gewoon kopen. Dit spel beweert dat je Robux erbij kunt krijgen, maar eigenlijk geef ik alleen maar Robux uit. Maar goed, het zal wel. Oh, ik ben letterlijk gescamd. Of heb ik dit zojuist gekregen? Oké, dit ziet er wel super dik uit. Oh my god. Nou, dit werkt ook niet, jongens. We gaan er nog één proberen. Net zolang totdat we een manier vinden om gratis Robux te krijgen. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, what the heck? Deze game beweert jou gratis Robux te geven. Maar we gaan er niet opgeven. Misschien is het echt zo. Ik vind het alleen... You've won 5000 Robux. Ik heb 5000 Robux gewonnen, staat er. En nu slaat het spel vast. Jongens, geloof het alsjeblieft niet, oké? Wanneer jou ooit verteld wordt dat er een manier is om gratis Robux te krijgen, nee. Want hier staat namelijk dat ik nu een of andere website moet bezoeken. En waarschijnlijk krijg ik dan een virus op mijn PC. Dus kijk alsjeblieft uit, oké? Kijk alsjeblieft uit. Oké, wat wij dus zouden moeten doen, is wij zouden dit parcours moeten halen. En wanneer wij dat hebben gedaan, ja sorry, ik lach al. Ja, mensen denken misschien, Job, je gelooft er niet in. Dus waarom probeer je het dan? Ja, ik wil het gewoon toch even nakijken. Mensen zeggen altijd, je mag geen vooroordeel hebben. Nou, ik heb geen vooroordeel, maar toch, ik heb wel mijn vermoedens. Goed, we moeten dus gewoon literally dit parcours halen. En als we dit parcours hebben gehaald, zouden wij dus gratis Robux moeten krijgen. En we zijn al bijna bij het einde van het parcours, dus like, hebben we het gehaald? Oh, dankjewel voor het halen van dit parcours. Wij hebben 2000 Robux voor je klaar liggen. Bezoek de website, oh my god, oh my god. Dit is een scam! Dit is een scam, jongens! Echt waar, ik meen het. Ga nooit naar deze website toe. Ik weet zeker dat wanneer ik naar deze website toe ga, dat ik een of ander virus op mijn PC heb. Als dit echt zou zijn, dan zou je het parcours halen en dan zou je per direct de Robux op je account krijgen.
Maar het is nep, oké? Deze game geeft jou geen Robux op de echte website. Wat? Oké, maar wat is dat? Wat de heck is dat? Dat is de allergrootste Roblox-speler die ik ooit heb gezien. Oké, like, ik weet niet wat de bedoeling is, maar schijnbaar kun je hier Robux verdienen. Alleen krijg je die vervolgens niet op de officiële Roblox-website. Dus de vraag is, wat kun je er dan mee? Oh, letterlijk, je slaat en je krijgt Robux? Like, kun je ook mensen aanvallen? Ja, je kunt mensen aanvallen, maar waarschijnlijk word ik keihard gekilled door de eerste persoon die ik probeer aan te vallen. Oké, schijnbaar kunnen wij... We kunnen Robux naar ons toe laten teleporteren. Wat? We betalen Robux om Robux te krijgen. No way. En wat gebeurt er eigenlijk als we een kleine Robux-storm aanvinken? Wat gebeurt er dan? Ik heb nu 25 Robux betaald. Als het goed is, komt er nu een Robux-storm. Oh. Oh! Wow! Wat? Ik heb zojuist een Robux-storm laten komen. What the heck? Gratis Robux voor iedereen! Dit is toch bizar? Kijk dan, jongens. Nee, dit is echt super weird. Like, oh, wat? Nuke everyone. Als ik 500 Robux betaal, kan ik literally iedereen in deze server laten doodgaan als het goed is. Oké, wacht. Ik wil weten of dit kan. Ik ga eens even naar een hele grote guy toe lopen. Oh, maar dan ben ik wel 500 Robux kwijt. Dat is letterlijk gewoon 5 euro. Dat is meer dan 5 euro. Dan spendeer ik 5 euro in een game waar het juist de bedoeling is dat je Robux verdient. Like, dit is zo weird. Maar alsnog, we gaan het doen. Nuke everyone. Als het goed is en wanneer ik dit aanklik, gaat die man die jullie voor mij zien, die enorme reus met die blauwe hoed, gaat gewoon weg. En elke andere speler ook. Ik ben benieuwd. Nuke everyone. Let's go. Ik heb het gedaan. Gaat het werken? Oh nee, Dutch Huber just bought a nuke. Werkt? Oh my god! Ik heb iedereen genuked! No way! Oh my... Ja, het is gelukt! Ik heb iedere speler in heel Roblox gekilled binnen 20 seconden tijd. Dit is zo erg! Dit is zo erg. Ik heb heel de game kapot gemaakt. Iedereen die zo lang bezig was met Robux verzamelen, heb ik binnen 10 seconden uitgeschakeld. Ik weet helemaal niet wat ik moet zeggen. Dit is toch vreselijk. Nou goed, ik heb geen Robux erbij gekregen door dit spel. Ik ben 500 Robux kwijtgeraakt. Maar ik heb iedereen gebombardeerd. Goed gedaan, Job. Fantastisch. We gaan nog even eentje proberen. Dit is bizar. Gratis Robux, gratis Robux, gratis Robux, gratis Robux, gratis Robux, gratis Robux. En raad eens, voor als je het nog niet wist. Gratis freaking Robux. Nou goed, we gaan hem joinen. Ik zie ook gewoon heel leuk dat er gewoon geen plaatjes bij staan. Waarschijnlijk wisten ze gewoon dat dit zo scammy zou overkomen en niemand het zou aanklikken. Ze hebben geen eens de moeite gedaan om er een plaatje bij te voegen. Maar goed, let's do this. En dit is al echt de derde keer dat er beweerd wordt dat wanneer ik een parcours afleg, ik gratis Robux krijg. Ik weet echt niet, wie heeft dat bedacht? Oké, goed. Oké, ik moet schijnbaar een twee-staps-verificatie ondergaan. Oké, ik moet liken en favorieten voor Robux. Oh my god, oké. En nu? Heb ik nu Robux gekregen? Ben je echt serieus? Oh, dit is zo erg. Dit is zo erg. Oh, deze Roblox game moet geband worden. Jongens, speel dit nooit. Dit is echt vreselijk. Wat hier wordt beweerd, is dat wanneer ik nu mijn wachtwoord invoer, ik 15.000 Robux krijg. Dat is het ergste wat je kunt doen als maker van een game zijnde. Want wat er nu gaat gebeuren wanneer ik mijn wachtwoord intyp, is dat de maker van deze game mijn wachtwoord en gebruikersnaamcombinatie toegestuurd krijgt. En dus per direct de mogelijkheid heeft en gemachtigd is om op mijn account te komen. En raad eens wat er dan gebeurt. Mijn account is gehackt. Jongens, moraal van het verhaal. Er is geen enkele manier om gratis Robux te krijgen, oké? Geen enkele manier, geen enkele machtiging geeft jou de kans op gratis Robux. Ik dank jullie voor het kijken. Geloof dit niet. En laat even een blauw duimpje achter als jullie ook tegen scammers zijn. Ik haat scammers, echt waar. En ik haat wiskunde. Een scammende wiskundeleraar. Dat is iets wat ik echt zou haten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios.